De Jaarbeurs in Utrecht is één keer per jaar het podium voor YouTubers en vloggers om elkaar te ontmoeten, maar vooral om de fans te leren kennen. En wij namen een kijkje. Hoe is het om zo'n hele dag met al die mooie meisjes om je heen te staan? Leuk, maar niet omdat ze zo mooi zijn, maar omdat het echt gewoon heel gezellig is en fijn dat ze er zijn en ja, het is leuk. Hoe is het om wederom omringd te worden door al die honderden fans hier? Ja, het is echt een heel bijzonder gevoel om al die fans te ontmoeten en om te zien hoe blij ze worden van je. Ja, onze Bellingham fans zijn heel erg lief, hè Luan? Ja, heel erg. We hebben deze 50 vierkante meter Bellingham woonkamer stand ook echt voor hun gemaakt. Deze bank waar we hier nu op zitten hebben we dus ook echt thuis staan. Deze fotolijst hangt wel steeds aan de muur. De tv-meubel is hetzelfde. Eigenlijk alles is identiek. Zelfs bij de voordeur staan onze hondjes erop. Hoe heet onze hondjes? Poesje en Piep. Dus ja, heel erg fijn. We geven het echt terug aan de fans. Ja. Wat vind jij zo leuk aan vlogjes maken? Dat je dan echt zo heel erg benieuwd bent wat je dan ook open maakt. En dat het dan ook leuk omdat een venster te maken. Het enige wat ik heel erg jammer vind, wat ik al zeg, is dat die Enzo Knol er niet is. Want daar bent u groot fan van? Nou ja, die vind ik wel heel erg leuk, ja. Heb het ons! Ik zie dat je heel veel bandjes om je arm hebt. Waar zijn die allemaal van? Van YouTubers. Je hebt er al veel gezien dus? Ja. Bent u niet een beetje te oud om hier te komen? Nou, dat zou je kunnen zeggen, ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, ziet iedereen te jong hier? Q&A. U loopt hier rond met de koptelefoon op uw hoofd. Met echte muziek. En om het geluid een beetje te dempen. Maar ik vind het wel erg leuk om te zien. Dus als mijn zoon volgend jaar weer wil, ga ik weer mee. Maar het is niet mijn ding. Ja. Hoeveel likes hebben jullie nu? 4905. Nou, dat is best aardig, toch? En mensen kunnen je volgen onder welke naam? Jeugdagent Waddinxveen Zuidplas. Dus volgen! Allemaal volgen!